allemaal, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En zoals jullie weten is het natuurlijk lente. En daarbij hoort één ding, vind ik, en dat is opruimen. Ik zat laatst een beetje door mijn make-up stash te gaan terwijl ik me aan het opmaken was. En ik merkte gewoon dat het echt een chaos is. Ik gebruik heel veel producten niet meer. Maar ik heb ook geen ruimte voor nieuwe dingen. Dus ik wil het gewoon even helemaal gaan opruimen. Dingen wegdoen die echt oud zijn, niet meer te gebruiken zijn. En dingetjes weggeven aan familie en vrienden. Omdat ik weet dat zij het wel gebruiken en ik niet. Alvast één dingetje. Ik ga geen make-up geven aan subscribers. Ik vind dat gewoon iets lastigs. Wie geef je dan wel, wie geef je niet. Eigenlijk is het ook überhaupt niet heel hygiënisch om make-up door te geven. Ja, dat wil ik gewoon niet doen. Dus mocht je dat willen vragen in de reacties, dan is hier je antwoord alvast. Ik heb 3 lades met make-up en lipstick staan op mijn bureau. En ik ga dat gewoon even filmen. Ik ga gewoon kijken welke wil ik houden, welke wil ik niet houden. En dat laat ik aan jullie allemaal even zien. Nou, laten we beginnen met de lipsticks. En mijn MAC lipsticks, mijn NARS lipsticks. Daarvan wil ik eigenlijk zeker ze allemaal wil houden. Die gebruik ik ook heel erg vaak. Maar in mijn Kiko lipstick bakje, daar zitten er wel een paar die ik eigenlijk nooit meer gebruik. Ik ga ze even allemaal uitdraaien en dan kijken welke ik nog mooi vind en welke niet. Oké, dit zijn allemaal lipsticks van Kiko. En nu ga ik even kijken welke ik wil houden. De voorste 3 gebruik ik sowieso best nog wel vaak. Die vind ik erg mooi. Maar dit zijn 2 beetje oranje lipsticks. En ik gebruik bijna nooit oranje lipstick. En deze is dan nog het meest rood. Dus die hou ik. Die is het meest draagbaar. En deze is eigenlijk wel heel erg oranje. Die draag ik eigenlijk nooit. Dus die doe ik weg. En deze is echt knalroze. En ik draag bijna nooit roze lipstick. In ieder geval nooit zo fel. Dus ja, deze doe ik ook weg. Ik heb hem al super lang nooit meer gebruikt. Want dit is een eigenlijk ja, hele klassieke rood. Maar ik heb zoveel rode kleurtjes dat ik merk dat ik deze niet zo vaak pak. Dit is namelijk een creamy finish. En die blijft gewoon minder lang zitten dan bijvoorbeeld mijn Russian Red lipstick van MAC. En dan heb ik nog dit bakje. Hier zitten hier wat babylips in. Die vind ik altijd wel fijn om te gebruiken. En wat lipstick van meer budget merken. Ik merk dat deze is van Rimmel. Het is een Kate Moss lipstick. Dat is degene die Zoella altijd draagt. Daarom heb ik hem eigenlijk gekocht. Ik draag hem gewoon nooit. Ik vind hem zo stinken dat ik het gewoon niet prettig vind om aan te brengen. Het is een mooi kleurtje, dus ik geef hem weg aan iemand die wel de stank kan verdragen. Andere mensen vinden hem namelijk lekker ruiken, maar ik kan het echt niet opdoen. En deze lipstick van Catrice vond ik een tijdje heel erg fijn. Het is, volgens mij heet die Rosewood. In a Rose Garden heet die. Ja, het is een mooi kleurtje, maar ik pak hem gewoon echt nooit. En dat vind ik zonde om hem dan hier te houden. Dus deze doe ik ook weg. Ik doe dan nu even deze 2 bakjes samen in 1 bakje. En dan stop ik de babylips wel ergens anders in. Dit is mijn foundation, concealer en poederla. Maar ik heb hier ook nog een klein bakje. Die hoort er zoals je ziet ook niet bij. Dit is een oud iPhone bakje. Er zitten wat lipsticks in. Deze passen niet. Die zitten groot in die bakjes. En deze heb ik dubbel gekocht, ooit per ongeluk. Dus hier doe ik dan de babylips bij. En dan leg ik het lege bakje wel ergens anders tot ik weer genoeg lipsticks heb om hem te vullen. Dan heb ik hier allereerst mijn poeders. En zoals jullie weten ben ik gek op mijn Stay Matte poeders. Dus die blijven sowieso allebei. Ook mijn Fit Me vind ik echt super fijn. Dit is een wat dekkende poeder van Collection. Dus als ik meer dekking wil van mijn poeder vind ik deze ook fijn om te gebruiken. Maar deze is eigenlijk een beetje overbodig geworden. Sinds ik mijn transparant poeder heb van de Stay Matte Range. Want dit is eigenlijk hetzelfde effect. Alleen maakt hij minder mat. Dus ik gebruik hem eigenlijk nooit meer. En ik heb hem wel goed gebruikt zoals je ziet. Het is zeker een fijn product. Maar ja, als ik hem niet meer gebruik is het zonde. Dit zijn allemaal concealers. Ik heb van Urban Decay, Catrice, Stefan Collection en een van Rimmel. En eigenlijk hou ik deze gewoon allemaal. Want ze zijn in verschillende tintjes. Sommige zijn lichter, sommige zijn donkerder voor de zomer en de winter. En ik vind ze allemaal nog heel erg fijn. Dus ik hou ze. Dan gaan we door naar deze bende. Allereerst 2 primers. Deze is bijna op. En dit is mijn favoriete primer. Dus ik maak deze nog even op. Dan kan die weg. En deze hou ik sowieso. Dit zijn allemaal minis. Deze niet. Trouwens, dit is een MAC Prep and Prime voor je lippen. Deze hou ik wel, maar die ga ik even ergens neerleggen. En die stop ik dan straks in een ander bakje. Want die hoort hier eigenlijk niet bij. En dit zijn mini oogschaduwbasisjes. En die ga ik ook straks ergens anders leggen. Want ik vind ze hier heel onhandig. Deze oogschaduwbasis van MAC hou ik wel hier, want dat vind ik fijn hoe die in mijn routine zit om een normale naam en foundation op te doen. Dit is de Shade Adjusting Drops, die gebruik ik ook nog veel, dus die laat ik hier liggen.
En dan heb ik 3 foundations. Evenwel 1 BB cream en 2 foundations die hier prima bij kunnen liggen nog. En dan heb ik deze Banana Dreams poeder en de L'Oreal Cushion Foundation. En die passen hier precies naast. En dan blijven ook de bakjes op hun plek liggen. Dan is dit de la met mijn wenkbrauwspulletjes aan die kant. En mijn blushes, highlighters en bronzers. En hieruit kan een stuk meer weg. De eerste rij niet. Dit zijn eigenlijk tot hier allemaal high-end blushes. Die ik super fijn vind en veel gebruik. En mijn Kiko blushes die ik ook echt super chill vind. Dus daar gaat niks van weg. Maar ik heb er hier achter al een liggen. Die had ik er al ooit uitgehaald omdat ik hem eigenlijk nooit gebruik. Dit is de Blushing Rose van Elf. En ik heb hier nog Mellow Mauve. En het zijn 2 mooie blushes. Dus ik hou er eentje. Ik hou dan deze. Dit is de Blushing Rose. Die vind ik dan nog net iets mooier. Deze is ook mooi, maar ik gebruik ze gewoon te weinig om ze allebei te houden. Dan heb ik ook 3 blushes van Sleek. En dit zijn hele mooie, goed gepigmenteerde blushes. Maar ik draag ze eigenlijk gewoon erg weinig. Dit is een vrij donkere blush. Deze hou ik wel, omdat ik echt niets anders heb wat hierop lijkt. Omdat die dus zo donker is. En de Rose Gold, dat is deze. Die hou ik ook omdat het echt een favoriete blush is en super goed gepigmenteerd. Maar deze is Life as a Peach en deze is gewoon knaloranje en dit is veel te fel voor mij. En ik draag hem echt nooit, dus deze mag naar iemand anders. Dan heb ik hier 2 highlighters die ik allebei echt mooi vind. De kwaliteit van allebei is echt super. Deze is echt, het is echt een mooie highlighter. Net als deze van H&M. Ook een mooie kleur. Alleen ik pak ze gewoon echt niet. Ik heb zoveel highlighters dat ik ze gewoon niet gebruik. En dat vind ik zonde. Maar dan kunnen ze beter naar mensen die dat wel gaan doen. Dus ja, deze gaat weg. En eigenlijk geldt hetzelfde voor deze. In ieder geval deze is kapot. In ieder geval het dekseltje is kapot. En daardoor ja, heb ik het gevoel dat deze poeder niet meer helemaal goed is ofzo. Hij komt weinig meer van af. En het dekseltje breekt af. En dat wil ik eigenlijk niet doorgeven aan iemand. Het is gewoon... ja, geen goede kwaliteit meer. Maar de Essence Cinderella highlighter vind ik ook echt wel heel erg mooi. Alleen hij is zo ijskoninginachtig wit dat ik hem nooit gebruik. Zelfs in de winter vond ik het niet echt draagbaar. Dus deze doe ik weg. Ik kijk even of iemand anders hem wil, maar anders is het over. Dan heb ik hier bij de bronzers allereerst deze tester. Dit is de Chocolate Soleil variant van de Milk Chocolate Soleil die van Too Faced. Alleen deze... is mooi, maar voor mij te donker. Dus ik ga hem als oogschaduw gebruiken. Dus ik ga hem zo meteen bij de oogschaduw mono's leggen. Hier heb ik het vaker over gehad. Dit is de Master Sculpt Contour Kit van Maybelline. Ik vind dit geen fijn product. Ik vind het ten eerste moeilijk te gebruiken. Omdat je met je kwast snel in het andere product zit. De highlighter vind ik niet duidelijk genoeg. En de bronzer vind ik te oranje. Dus voor mij is dit een no-go. Ik draag hem eigenlijk wel heel lang niet meer. En deze gaat weg. Dan heb ik hier een heleboel contour kitjes. En deze is van Sleek. En daar heb ik ook een grotere versie van. Met nog de Rose Gold Blush erbij. Deze ga ik in een soort van vakantietoilettasje doen. Want ik gebruik hem eigenlijk hier nooit. Maar ik vind hem heel erg fijn om mee op vakantie te nemen. En deze hou ik, want die vind ik wel heel erg fijn. Die ziet er trouwens zo uit. Dan heb je dit blush en bronzer duo van Elf. Deze is ook super mooi. En die vind ik ook fijn om te gebruiken. Dus die hou ik. Deze is van Catrice. Dit is ook echt een nieuwe favoriet. Vet mooie contourkleur. Voor super weinig geld. Deze hou ik absoluut. Maar dit product van Bourjois heb ik het ook wel eens over gehad. Ik vind het net als die contour kit van Maybelline onhandig te gebruiken. Ik kan niet goed mijn kwast er doorheen halen. Highlighterkleur valt nauwelijks op. En die is te oranje. Precies hetzelfde verhaal. Ik gebruik hem daarom gewoon niet. Nou, vooral hier bij mijn bronzerstukje zijn er echt veel uitgaan. Blushes valt mee. Maar ik heb nu in ieder geval iets meer ruimte voor ten eerste als ik ooit nog nieuwe producten ga kopen. Maar ook gewoon dat het iets overzichtelijker is. Dan heb ik hier nog de wenkbrauwproducten. En... deze vandaag gaat weg, omdat de verpakking is kapot. Kijk. En je kan hem eventueel wel gebruiken. Dan moet ik een beetje... nee. Ik krijg hem nu überhaupt niet open. Maar het kan nog wel. Maar ik vind het product niet fijn. De borstel is veel te groot. En ik heb nu die van Essence. En deze van Essence is gewoon eigenlijk... veel beter. Dus deze gaat weg. En dan heb ik hier de rommeligste la. Dit zijn mono oogschaduws, eyeliners, mascara's, lipdingen, paletten... dit is 1 grote chaos, dus deze ga ik even uitzoeken. Uit deze mono oogschaduwbak gebruik ik deze van Kiko eigenlijk nooit meer. Ik heb andere bruine oogschaduws die ik mooier vind en beter te blenden, dus deze gaat naar vriendin. Dit zijn mijn MAC oogschaduws en deze is natuurlijk mijn Flormar Holy Grail, dus die hou ik absoluut. Hier 2 color tattoos van Maybelline. En deze is gewoon eigenlijk helemaal uitgedroogd. Hier komt super weinig pigment vanaf. Hij is super stroef. Dus ja, die is gewoon op. Die moet weg.
En hetzelfde geldt voor deze. Deze is wel super goed gebruikt. Er zit een hele grote deuk in, zoals je ziet, zoals een pen. Maar ja, het is gewoon klaar hiermee. Hij werkt niet meer fijn. En ik heb er ook nog twee van Elf, waarvan ik deze kleur iets te fel een bronzy vind, waardoor ik hem niet gebruik. Dus die gaat weg en deze hou ik wel, want deze vind ik echt super mooi voor all over the lid. Dan heb ik hier mijn eyeliner bakje en hier gebruik ik echt heel weinig van. Dus ik ga ze gewoon even langs en dan kijk ik welke ik hou en welke ik niet hou. Allereerst zit een wenkbrauw dingetje, dus die hoort hier eigenlijk überhaupt niet te liggen. Deze heb ik gekregen in een beautybox, veel te donker, dus die kan weg. Dit is een klein potloodje van Essence. Ik gebruik het zelf eigenlijk nooit, maar altijd als mijn vriendinnen hier zijn, wordt voor uitgaan, vinden dit wel een fijn product, dus ik hou hem echt voor hen. Dit is de Master Precise eyeliner van L'Oreal. Heb ik heel erg fijn gevonden. Het heeft zo'n viltstiftpuntje, alleen hij is ondertussen gewoon echt uitgedroogd. Hij is best wel oud, 2 jaar al of zo, dus ja, deze kan gewoon weg. Dan heb ik deze twee eyeshadow sticks van Kiko en die hou ik absoluut. Die vind ik heel erg mooi. En hetzelfde geldt voor mijn twee NYX Jumbo Eye Pencils. Dit product heb ik ook in een beautybox gekregen. Ik snap nog steeds niet hoe je het überhaupt moet gebruiken. Maar het is daarom ook niet mijn ding, want het brokkelt heel erg en ik krijg het gewoon niet mooi. Dus deze gaat weg. Ik heb nog twee eyeliners. Nou, dit is mijn Holy Grail. Die hou ik sowieso. Dit vind ik echt een afschuwelijk ding. Veel te stroperig. Werkt echt niet voor mij. Dus deze gaat naar een vriendin. Dit zijn allemaal mascara's. Ik heb hier 3 grote. Die hou ik sowieso allemaal. Deze is wel bijna op, maar dat is niet erg. Deze twee zijn nog wat beter. Deze zit nog dicht, dus die hou ik sowieso nog. En deze vind ik ook fijn, dus die hou ik ook. Voor deze lippotloden collectie geldt eigenlijk hetzelfde als die eyeliners. Ik gebruik er echt heel weinig van, dus ik ga nu kijken wat ik allemaal nog gebruik. En wat waard is om te bewaren. Vorige keer dat ik mijn make-up stash heb uitgezocht, dat heb ik niet gefilmd, maar toen heb ik deze bewaard. Ik had hier in totaal 3 van. Ik vond ze echt afschuwelijk. Niet per se qua formule, maar de stank. Andere mensen vinden dat dit naar taart ruikt. Ik vind het afschuwelijk. Toen dacht ik, nou ik hou er eentje, dan gebruik ik die misschien nog wel. Niet gebeurd, dus deze kan weg. Ik heb ooit een heleboel lippotloden gekocht in verschillende kleurtjes. Om te kijken of ik ze zou gebruiken. Nou ja, zoals jullie weten heb ik super dunne lippen. Dus als ik lippotlood gebruik zijn ze ongeveer al ingevuld. Of heb ik eigenlijk geen lipstick meer nodig. Ik heb überhaupt heel weinig van deze gebruikt. Ik hou denk ik alleen deze twee van Essence. Die vind ik nog wel mooie kleurtjes. Maar ja, ik weet niet of ik ze überhaupt ga gebruiken. Want ik ben dus niet echt een lippotloodpersoon. Maar deze geef ik nog een kans. De rest die geef ik weg. Dit is een lippotlood wat ik wel heel erg fijn vind van Flormar, dus die hou ik sowieso. En deze twee lippotloden slash lipsticks van Maybelline vind ik ook heel fijn, dus die hou ik ook. Dit is hetzelfde verhaal als die van NYX. Ik dacht ik hou hem nog om te kijken of ik hem dan wel ga gebruiken. Niet gebeurd, dus gaat weg. Dit is zo'n soft matte lip cream van de HEMA en deze zijn echt super goed, dus die hou ik. Hetzelfde geldt voor deze liquid lipstick van Sephora. Deze twee lippotloden heb ik ook allebei in een beautybox gekregen. Heb ik eigenlijk nog niet echt geprobeerd, maar ik ga ze nog wel een kans geven. Omdat het allebei mooie kleurtjes zijn. Deze is een beetje oranje, deze is een beetje paars, mauve. En die wil ik nog wel even proberen. Deze staat ook in een beautybox en deze vind ik echt afschuwelijk. Het is een knalroze kleur, ik draag dit gewoon niet, dus dit gaat weg. En dit is mijn hele oogschaduwbak. Dit is superveel. Hier moeten er een paar uit weg. Ik ga niet superveel weg doen, maar deze past er niet meer bij. Dus er moet wel iets uit. Dit is een Balm, Zoeva, Lorac en Too Faced palet. Die zijn prachtig. Die hou ik sowieso allemaal. Naked 2 palet, maar die is hoogstwaarschijnlijk nep. Of nou ja, ik ga er gewoon vanuit dat die nep is. De kwaliteit is namelijk niet zoals ik verwacht had. De oogschaduw is broccoli heel erg. En ik gebruik hem daarom nooit, dus ik doe deze weg. Deze heb ik ook allemaal laten zien in mijn oogschaduwpaletten stash laatst. Deze zei ik toen ook al, gebruik ik dus eigenlijk nooit. En daarom doe ik deze weg. Ook deze kleinere oogschaduwpaletjes van Elf, Kiko en Too Faced hou ik zeker, want die zijn allemaal prachtig. En deze is dus net nieuw zoals ik zei, dus die hou ik sowieso. Dit is echt een prachtig mat palet. En dit is echt mijn baby. Dit is mezelf bij elkaar gestelde Make-up Geek palet. Veel mensen vroegen laatst tijd in de reacties of ik een video wilde maken. Wat alle kleuren zijn, welke ik fijn vind, welke niet. Vind je dit nou leuk om te zien? Laat het even weten in de reacties en dan ga ik zo'n video maken. Dit zijn de spullen die ik echt weggegooid heb, die uitgedroogd zijn, te veel gebruikt, super oud of gewoon kapot. En dan zijn dit de spullen waar mijn vrienden nog even doorheen mogen gaan. Of die ik aan mijn nichtje ga geven. Dat zie ik dan nog wel weer. Nou, dit was dan alles wat ik wegdoe. Het is best veel geworden en eigenlijk vind ik het wel fijn. Hierdoor is mijn collectie weer iets overzichtelijker. Jullie hebben nu ook al een soort van weer mijn make-up stash video gezien. Aangezien die de laatste tijd weer best vaak wordt aangevraagd. Zoals ik al heb gezegd in een eerdere video ga ik die pas weer echt opnemen als ik ben verhuisd. Omdat het dan een beetje anders is dan mijn afgelopen 2 make-up stash video's. Maar ik hoop dat jullie deze ook heel erg leuk vonden. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doeg!